24 jongeren van nu keren terug in de tijd en komen terecht in een landbouwschool uit de jaren 50. Als brave geiten gaat u gehoorzamen. Zit dat in uw peer? Ja, meneer Lefebvre. 3 weken lang de ijzeren discipline van een streng internaat. Opstaan en hou uw hoofd stil en uw armen rest u houden. Met uw knieën in uw klompen. Tucht heerst met harde hand. Horizontaal, meneer Borm. Tot op vandaag bent u een nul voor mij. Deze straf voert u uit. Dat kan niet. Ik had deze hier echt niks voor mij. 7 dagen op 7, een minimum aan comfort en hygiëne. Mannen zijn echt varkens. 3 weken lang hard labeur in de stallen. En op het veld. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Leren met vallen en opstaan. Weihard, hij wordt nooit geen boete. Oh, mijn lieve, kijk eens. Je moet dat gras niet strelen. Het is maaien dat je moet doen. De jeugd van tegenwoordig. De boerenstiel. Zeg, ik kom door een dikke vuist. Fuck me op dik pakken. Ja. Ik heb toch een beetje schrik precies, hè? Nooit, man. Vorige keer, de meisjes en de jongens krijgen hun eerste echte lijfstraf. Ja, manneke, zeg. Silke maakt het zich onmogelijk. Ik doe niks wat ik niet wil, hè. Dus die non kan nog een goed aantal keer mijn kont gaan kussen. Bert en Don kiezen het hazenpad, maar worden gesnapt door een ziedende tuchtprefect. Jullie zijn schaam en stom. Weet je wat ik ervan wil hebben? Dag 4 op Sint-Jozef. Tijd om op te staan. Hey, klaar. Onderuit. En de tuchtprefect is de ontsnapping van Don en Bert de voorbije nacht nog niet vergeten. Juist, houding. Bosserie en Borm, met wat er gisteren gebeurd is, wordt je tijdens de speeltijd bij de directeur verwacht. En ik kan je verzekeren, het zal niet jullie beste dag zijn vandaag. En geen blikken uitwisselen. Ook de meisjes worden brusk uit dromenland gehaald. Voor uw bed. Voor de leerlingen van Sint-Jozef is het nog steeds wennen aan het barbaarse ochtenduur. Voor uw bed. Vooral Kimmy heeft het lastig. Voor mij altijd misselijk, joh. Zal ik zelfs eens iets gaan halen voor de maag misschien? Dat die een klein beetje overhoop ligt. En dan zal dat wel beteren. Ik weet dat het moeilijk is. Elke nacht hetzelfde. Ik voel me gewoon elke dag keimisselijk en al. Ik weet niet hoe dat komt. Waarschijnlijk door verdriet of zo. Ik mis gewoon mijn mama vooral. En bidden wij even in stilte. En terwijl de leerlingen naar de kapel gaan, moeten zoals elke ochtend ook nu 4 leerlingen in alle vroegte naar de boerderij voor de ochtenddienst. Hun opdracht? De dieren voederen, de stallen uitmesten en de koeien melken. Vooral dat melken valt niet mee. Ik heb wel schrik van. Moet echt 10 liter uitkomen? Lug. Dat gaat wel aan. Wat jij zenuwen hebt. Je moet gewoon rustig blijven. Maar die koe is niet rustig tegen mij. Hier is de emmer niet omgekant. Oh, ik vind het echt niet leuk. Het stinkt. Ik wil gewoon wel naar huis. In de naam des vaders, de zons en de heiligeest samen. Gaat u zitten. De andere leerlingen zijn ondertussen aan het ontbijt toe. Don en Bert halen herinneringen op aan hun ontsnapping. Dat was wel een keer plezant. Maar ja, en het is vast en zeker de laatste keer niet. Ik denk er vanaf wat die dingen volgen zullen zijn. Ja. We hebben hier een plezant om dat gehoord. Ook Don is er niet volledig gerust in. Ik ben echt eens benieuwd wat we moeten doen. Op je knieën of zo. Waarschijnlijk op die klompen of zo. Dat is goed afzien. Ik ben Don en het mag hard gaan. Kan het wat stiller, ja? Lawaai maken en zwart ropen, maar voor de rest. Je doet dus niks in huis, niks. Ik ga eten en ze was dan af voor mij. Ik vind dat normaal. Ik
kom thuis, die boeken, dat is die garage in. Bellen, jongens, Yazaki, allemaal naar het jeugdhuis. Dan naar een feestje samen. Volgende dag wat bekomen. Misschien weer naar een feestje, dat is het weekend. Want vanavond gaan alle remmen los. Remmen dan zelf mee en zijn zo blij. Voilà, als een bos staat toe, krijgt dan van iedereen een bak. Zo wat de zevenaar van de groep zo, hè. Zo pettigens uitsteken, iedereen wat aan het tijren. Lekker nu op school, dan moet ik ook bij ons een deur toe gaan met ze s'nachts. Dat is echt bullenpakken soms, hè. De lijnen aflopen en zien wat dat kan, zien wat dat niet kan. Doe ik het liefst. Eigenlijk heeft hem een goed hart. En om 8:30 stipt beginnen de ochtendlessen. Begint het kruisteken niet. Eerwaarde heer Wuits bijt de spits af. Tijdens de les Nederlands worden de leerlingen getest op hun kennis van de Vlaamse literatuur. Als eerste schrijver van ons rijke Vlaamse culturele leven hebben wij Ernest Klaas. Wie kan er iets vertellen over Ernest Klaas? Bah. Hij was een schrijver. Zit u nu zelf uit te lachen, hopelijk toch? Ik hoop dat jullie een beetje behoorlijk je uitspraak kunnen verzorgen. Ik wil graag luisteren naar een eerste leerling die het begin van de tekst voor ons zal voorlezen. Doe maar. Mijn vader stond op zijn veld, rechts lagen de vlakke beemden van de Demervallei. Links... Oeh, jonge, jonge, van de Demervallei. Als die professor begint van, ja, je moet... Mijn, zei dan denk ik zo van echt van, ah ja, wat een zever is dat. Ik heb de indruk dat je collega hier vooraan denkt dat hij dat beter zou kunnen. Ik zag alleen het klare water van de Demer. Jongen, jongen, jongen. Het klare water. Dat is muziek, jongen. Literatuur. Dat is literatuur, zit er. U moet dat half zingen, half lezen. Allee, dan kan het Nederlands kan ik nog niet te goed lezen. Ik zag alleen het klare water van de Demer. Dat zinnetje. Je hoeft het niet eens te lezen. Zeg mij na. Ik zag alleen het klare water van de Demer. Ik zag alleen het klare water van de Demer. Het is al ietsje beter. Ga verder. Hier maar. Ga verder! Luid op graag. Het is echt een mooie tekst. Stomme tekst. Ik wil slapen. Een mooie tekst, Hendrix? Ja, meneer. Zeer mooi. Pardon? Zeer mooi. Tijdens de speeltijd roept zuster Mia Davina bij zich. Davina verstuikte een paar dagen geleden haar voet. En de zuster heeft slecht nieuws voor haar. Je hebt echt je best gedaan. Maar aan lessen bijvoorbeeld, praktische lessen... kan je niet deelnemen. Dus we gaan u naar huis moeten sturen. Met heel veel spijt natuurlijk. En ik begrijp dat dat voor u heel erg aankomt. Hoe pijnlijk het ook is, wij moeten afscheid nemen van u. Tot straks. Ik vind het heel erg, echt. Ik kon al niks aan doen in de stomme klompen. Nu begon het eigenlijk, begon ik me een beetje aan te passen en het een beetje leuk te vinden. En ik was me beter aan het verstaan met de meisjes en zo. Jongens en meisjes, nu is het tijd om te vertrekken. Kom. Ga je missen. Ga je ook missen. Dag.
Tom en Bert zijn nog steeds niet bij de directeur geroepen. Maar het cholerieke mannetje is de twee snoodaards nog niet vergeten. De heren Borm en Bosserij. Hier komen Hink et Nunk. Uw nachtelijke escapade ligt mij zwaar op de maag. Pluimvee, zoals jullie, ben ik liever kwijt dan rijk. Volgt u mij schuin achter mij. Vanaf vandaag zult u heer en keizer zijn over onze compost. In de jaren 50 behoorden vernederingen tot de gangbare pedagogische praktijk. Don en Bert hebben de twijfelachtige eer daar met volle teugen van te mogen genieten. Ter meerdere eer en glorie van uzelf mag u nu de mesthoop bestijgen. Prachtig. Lange Wapper, u mag de jongeman volgen. En u neemt niet dezelfde berg. Het zou veel te leuk worden. Mooi. Telkens de klok slaat, heren, gaat u kraaien. De heren hebben al meteen prijs en kunnen vol overgave het beste van zichzelf geven. Kikkelikie. Kikkelikie. Kan dat nog eens, maar dan ernstig, heren. Kikkelikie. Kikkelikie. En nog een derde maal. Kikkelikie. Heren, uw kippen zijn juist aangekomen. En die mogen dat niet wassen. Die staan echt op hun blote voetje. Nee, die stank zit helemaal in hun voeten getrokken. Hoe erg is dat? Ik stel voor dat u een extra inspanning doet om te bewijzen dat jullie fiere hanen zijn. De borst vooruit en kraaien maar. Derde keer. Gaat u maar binnen. Na de puike demonstratie van de heren krijgen de dames een les zuivelbereiding. Vandaag leren ze boter maken. Wat wij nu gaan doen, is de room karnen. Een soort van schokbeweging die al mijn vetteeltjes doet samenklonteren. Dus we gaan een opsplitsing krijgen in boter en in karnemelk. Come on, dames. We maken geen milkshake. Het is de bedoeling dat wij zo goede mogelijke en zo lekker mogelijke boter maken voor onze echtgenoot. Dat is jullie taak. En daar valt niet mee te lachen. Hoe is het verdorie mogelijk? En je moet voor die man zorgen. Je moet een huisvrouw worden. En je moet. Altijd een woordje moet, hè. Ik vind het echt stom. Het is totaal niet hoe iedereen in 2007 in elkaar zit. Alles in functie van je echtgenoot en je kinderen. Onderdanigheid. Onderdanigheid. U hebt het inderdaad zeer goed begrepen, mevrouw D'Souza. Lekker warm weertje, jongens. Gezondheid, heren. En dan komt ze door je tenen, zo, eerst in stront. En de eerste laag is goed op temperatuur van buiten. En dan zakt je zo'n beetje. En per 2 centimeter gezakt of zo wordt dat 5 graden warmer. En dan gaat dan 20 centimeter diep zitten of zo. Dan moet dat gewoon uitspringen van de warmte. Wat stroover zwieren, terug daarin even, terug daaruit. Dat is kloten, hè? Omdat je dat zo warm kan zijn, jongens. Een hoop stront. Je bent echt aan het fieken, hè? Echt. Ik kan er niet op blijven staan soms, hè. De andere heren zijn ondertussen met meneer Van Kouter de velden ingetrokken voor een les akkerbouw. Het bietenveld is dringend aan een onderhoudsbeurt toe. Ja,
Stapt in het perceel en u gaat in een halve cirkel rond mij staan. Iedereen mag een rij nemen. We gaan als volgt te werk. We hakken eerst een beetje onkruid weg. We zorgen er natuurlijk voor dat onze biet niet beschadigd wordt. Dat is de manier zoals we het gaan doen. Niks zo interessant als deze. En dan leert er enorm veel van bij. Dus ja, van een hele. En moet ik in, we zitten morgen 2 meter ver en het is nog zo heel pling. Het is vervelend, fucking vermoeiend. En in zijn haast om deze rotklus zo snel mogelijk te klaren, hakt Robbie iets meer groen weg dan de bedoeling is. Super om de soep te doen, denk ik. Is dat de manier waarop we het onkruid gaan verwijderen? Nee, professor, maar als ik zo tussen die rijen doorloop, dan gaan die blaren allemaal kapot. Dat is door uw lompigheid. U hebt in mijn ogen moedwillig deze oogst tekort gedaan. Heb je dan echt geen greintje respect voor waar u mee bezig bent? Weet u wat u mag doen? U mag van vooraan beginnen, maar niet rechtstaand op uw knieën, jonge heer. Vooraan de rij. De rest mag verder doen. Op uw knieën met een rechte rug. En zorg dat ik geen enkel afgebroken bietenblad meer vind. Ja, bij ons in Limburg noemen wij dat een Hanswolst. Dat is het einde van. Allee, ja, die denkt dat er met dus, maar een beetje vroom doen, buik naar voren en alles komt. Maar. Terwijl Don en Bert nog steeds staan te bakken in de zon, hebben de meisjes na enkele uren hevig schudden eindelijk boter. Wat wij hier eigenlijk hebben, is de opsplitsing karnemelk. Boterklontjes. We gaan nu gewoon afgieten. Alle restantjes van karnemelk moeten eruit. Voor degenen die erin geslaagd zijn om boter te maken, die mogen nu komen proeven van hun eigen product. Heel erg. Ook de les akkerbouw zit erop. Goed, iedereen verzamelen. Materiaal onder de rechteroksel op één rij en we gaan terug. En ik zag er zo een biet liggen. Bij de struikjes nog aan, de blaren nog aan. Ik zei, dat gaat toch niet voor mij zijn, hè? Jawel, het was vandaag. Meneer Borgs, de biet die daar ligt, die mag u boven uw hoofd meedragen. Meneer Borgs, u mag achteraan lopen. Vooruit. Gestrekte armen, meneer Borgs. Hé, hey, maar dat is zwaar, ze zo'n biet. Met gestrekte armen. Maar daar lach je bij, maar dat is echt zo. Als de meisjes de zuivelklas verlaten, staan Don en Bert, tot grote ontsteltenis van de dames, nog steeds op de mesthoop. Een uur en een half. En dan gaat die kaka zo opstijgen, zo, zo naar een neus maar en naar een haar. Maar dat is keihard, jongens. Juist krijg je zo'n zonstuk. Ja, en daar zo gewoon staan, zo keilang, dat is echt erg. Dames, in het gelid. Mag zich al naar de poort begeven. Heren, mijn plicht roept mij even naar het instituut. Tot straks. Dag, meneer de directeur. De meisjes zitten ondertussen alweer in de klas voor de volgende les. Vandaag krijgen ze voor het eerst snit en naad. Meisjes, ik ben erg trots u vandaag te mogen voorstellen aan zuster Angelique. Ik laat u verder met haar kennis maken. Dank u wel, meneer de directeur. Dank u wel. Wat zeggen jullie? Dank u wel, meneer de directeur. Gaat u maar zitten. Nergens aankomen, alstublieft. Luister eerst. Wij gaan eenvoudig recht leren stikken op dat oefenlapje. Iedereen mag dat nu even oefenen. Draaien en de naald in de stof. Op het einde weer dezelfde manier. Draaien
Stoppen. Dat ding is stom. Ik hoef geen commentaar. Tegen een machine moet je niet babbelen, want die antwoordt niet. We stoppen op de stof. Altijd in wijzerzin. Ik word hier echt compleet gek. Naailes, al ja, dat is totaal niks voor mij. Dat interesseert me echt niks. Een goede huisvrouw die voor haar gezin zelf de kledingstukken kan maken. Deze vrouwen zijn held waard. Wat vindt u daar zo grappig aan, jonge dame? Aangezien ik later geen man zal hebben, zit ik hier maar nutteloos te doen. Vind. Uw kledingstukken moeten ook verzorgd zijn. Kijk mij aan als ik tegen u praat. U gaat zich laten dienen. De mannen laten zich te goed dienen, zuster. U moet de diensten staan. U moet mij niet tegenspreken. Het is de bedoeling dat wij hier handige vrouwen maken. Die ten dienste staan van een gezin of voor zichzelf. En daar valt helemaal niet mee te lachen. Ze heeft zo'n schille stem. Kan er niet tegen. Ga ze door maar geen been. Die vervangt toch niet de andere stem? Stel je voor. Als je morgens moet komen wakker maken met je schille stem. Die heeft geen bal nodig. Don en Bert staan nu al uren zonder verpinken op de mesthoop. De directeur vindt dat het genoeg is geweest en komt de haantjes uit hun lijden verlossen. Goedenamiddag, heren. Goedenamiddag, meneer directeur. Jullie mogen het van uw berg komen. Prachtig. Lijden brengt u dichter bij Jezus. Komt u maar. Een wasstijl voor u. Plaats je maar op de grond en dan mag u eraan beginnen. Godricht, kan ik geen kant aan. Ondanks alles zijn Don en Bert trots dat ze niet gekraakt zijn. Dat is wel vrij lang aan. Ja, maar ik kan niet opgeven. Als ze zien dat ze u kunnen kraken, dan gaan ze dat maar blijven pakken. Dat. Zo hard zijn ons naar steen, joh. De hert uit is stroomt uit. Na een vermoeiende dag is het eindelijk tijd om te gaan slapen. Voor de eerste keer legt zuster Angelique de meisjes in bed. En ze laat meteen merken wie de baas is. U mag zich uitkleden, slaapkleed aandoen. Elk voor zichzelf en zonder veel woorden. Zet er maar een beetje tempo achter. Was het dan de poetsen en als je klaar bent aan je bed staan? Ik ben echt een stom wijf, die roept constant en die kan echt niet normaal doen. Is het nog voor vandaag, juffrouw? Dan de poetsen. En zorg dat je proper bent, ook achter je oren. En laat het ook alsjeblieft niet te lang duren. Stomme geintje, goed. Als ze eerst even praten, dan ons komt commenteren, hè. Ach, zeg, stom wijf. Voor uw bed, handen naast u en doe je slaapkleed dicht. Heeft u ook een knoopje tekort? Precies wel, hè? Ja, zuster, en geen discussie! En we zitten op onze knieën voor het avondgebed. Let op je houding. Heb respect voor onze lieve Heer. In de naam des Vaders, des Zoons, des Heilige Geestes. Amen. Ik wens jullie een goede nachtrust. Slaap wel allemaal. Tot morgen allemaal. Straks nieuw leven op de boerderij. Hoogoplopende ruzie aan de meisjestafel. Bakjes tegen mij. Wat zeg je tegen mij? En Imke en Silke maken het bont. Na een verkwikkende nachtrust worden de leerlingen gewekt. Het is zondag
En dat is ook op een streng katholiek internaat de dag waarop net iets meer mag dan anders. Goed geslapen, hoop ik. Opstaan, klaar. Het is tijd. Heb je lang genoeg geslapen nu? Voor uw bed. Mond dicht. Jonge mannen, het is vandaag zondag. Jullie mogen vandaag douchen. Vooruit. Maar voor het zover is, krijgen de meisjes eerst nog een paar instructies van zuster Mia. Dat badkleed doen jullie aan. Waarom? Jullie mogen je eigen lichaam niet zien. Dat zou dus lusten kunnen opwekken. En dat mag dus niet. En ook nu geldt de regel, een wasbeurt moet je verdienen. De leerlingen die slecht presteerden op de testen hebben pech. De dommerikken, de debielen, de ezels krijgen geen douche. Bors, Agmara, Dendouw, Bemelmans. Wilt je douchen de volgende keer, moet je maar beter studeren. Juffrouw Nijs, stap vooruit. Juffrouw De Schacht. Juffrouw De Poter. En juffrouw Hendricks. Nu mogen jullie nog enkele dagen stinken. Het is jouw eigen schuld. Moet maar studeren. Je moest maar beter gestudeerd hebben. Allee, kom, we hebben daar niet voor kunnen leren. Hoe is toen mis die man? Ja, ik stink. Op mijn bevel gaat de kraan open. Op mijn bevel gaat de kraan dicht. Tijdens het douchen ga je enkel maar concentreren op het reinigen van je lichaam. Andere onzedelijke praktijken zijn niet toegestaan, verboden. En je krijgt wel geteld 1 minuut. Start. Nu. De vier meisjes moeten lijdzaam toezien hoe de rest geniet van de douche. En dat doet bij Elaine iets knapper. Wat is het probleem? Ik vind het gewoon een beetje oneerlijk. Als je een test krijgt zonder theorie. Verraad de kennis. Dat is al wat ik te zeggen heb daarover. Meisjes, de tijd is bijna om. Stop, kraan onmiddellijk dicht. Onmiddellijk. Dicht. Plots merkt zuster Mia dat ze 2 leerlingen mist. Waar is juffrouw Poter en juffrouw Hendricks? Yo, ik ben Eemke en ik ben een snelmis. Ik kijk op snelheid. Hoe sneller, hoe liever. Als ze vertrekt met haar scooter, dan zeg ik Eemke voorzichtig. Wat verkeer die auto's. Als ik een auto zie passeren of zo, is echt zo'n direct van wow. Een goede auto moet schoon zijn, snel zijn en heel lawaai maken. Zal ik dan deze, hè? Simke kan heel hard zijn. Zeg, jongen, wat zeg jij aan het doen? En dan is het, ja, nog een vuintje, zei dan. Trut, dan weet ze het wel dat ze het mijn beurt moeten blijven. Dat was top. Het gestoei in de vijver trekt al snel de aandacht van de directeur. Komt u uit mijn vijver alsjeblieft. Dames, u sleurt mijn school door het pastorale slijk van deze omgeving. Jullie zijn 2 dellen en ik zal ervoor zorgen dat u hier eindigt als verzopen nimfen. U bent bedankt, dames, voor de ellende. Gaat u maar mee.
De andere leerlingen zijn al lang klaar voor de mis en het ontbijt. Maar zolang Silke en Imke niet zijn aangekleed, moeten ze blijven wachten in hun kamer. Gaat u maar binnen. Ik laat beide juffrouwen over aan u. De bedoeling is dat zij zich kleden en dat er later op de dag een gevolg gegeven wordt aan hun circus. Alsjeblieft. De clowns mogen zich gaan aankleden. Wij wachten op u. Haast u die twee dames. Maar Imke en Silke doen het rustig aan. Tot ergernis van de rest. Zet er alstublieft een beetje snelheid achter, want uw medeleerlingen hebben honger. Heb ik wel honger, ja. Blijf wachten. Maak uw bed op. Bijna klaar, dames. Goed, we vormen een rechte rij aan deze kant, zoals we dat gewoon zijn. Als de twee eindelijk klaar zijn, gaat het met z'n allen richting kapel. Want zoals het een katholiek instituut betaamt, is er op zondag steeds een heuse eucharistieviering. Voor de meesten een heel nieuwe, sensationele ervaring. God is almachtig. God is de heerser. Wij zijn zondaars en hiervoor moeten wij boeten. Allee, kom. Dat is, en dan zeker 's morgens, hè. Je mag niet eten, je moet dingen, je weet er weer. God moet je gaan begroeten bij een nuchtere maag. Ja, 's morgens al wachten bij te eten. En je zit er al half in slapend vallen en dan begint hij uit zijn boekje voor te lezen. Dat is precies echt een verhaaltje voor het slapen gaan. Gemarteld door de gezeling, de doornen. De naam in de handen en in de voeten. Gij alleen, zei de Heer, Dominus vobiscum. Neem bezit van het Rijk. Halleluja. Hij wil zich wettelijk van de huis en binnen te zingt voor de Heer een nieuw gezang. En dat is het lot van Jezus. Amen. Dan is er eindelijk ontbijt. Kom een keer mee met mij. Sta een keer recht. Neem die zakdoek mee. Maar arme Kimi krijgt geen hap meer door haar keel. Ze wordt weer overmand door heimwee. Vertel het me nu een keer. Wat dat er allemaal scheelt. Ik wist niet dat ik het zo zwaar ging krijgen. Echt niet. Ik wist niet. En ik heb altijd schrik dat er iets mee gaat gebeuren of zo. Sommige mensen begrijpen dat echt niet, maar het is echt wel zo. Het is echt heel diep. Maar je kan toch niet eeuwig bij mama aan het handje zitten? Dat gaat toch niet? Jij moet toch ook zelfstandig leren worden? Jij gaat later ook uw weg moeten gaan. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar mama blijft niet eeuwig bij u. Jij moet zelfstandig worden. En anders, sorry voor de uitdrukking, ben je een zwakkeling. Ik hoop dat dat duidelijk is. Kom. Als de leerlingen na het ontbijt naar hun kamer gaan, wacht hen een verrassing. In de jaren 50 waren de meeste leerlingen van de landbouwschool lid van de BJB, een jeugdbeweging voor boerenzonen en dochters. En dat is voor de leerlingen van Sint-Jozef niet anders. Met trots trekken de leerlingen hun BJB-uniform aan. Het is chique, aan ons zelfs. Ja, leek aan ons. Het ziet er wel nog cool. Stylish. En past nog schoon ook. Op het programma staat een bijzonder avontuurlijke wandeling door de velden. Ons heer, van is de waarde en de sterren, in ons werk is onze eer. Zijn de losse
tijdens de wandeling is de zeug totaal onverwacht in arbeid gegaan. De jongens trekken hals over kop hun overal aan om het beest bij te staan met raad en daad. Oké, jongens. Ik heb vastgesteld dat de zeug zal beginnen werpen. En je weet, voordat dat eigenlijk kan, moeten we ook die zeug nog even wat verzorgen. Wat gaan jullie eerst moeten doen? Dat is kijken of dat de uier van de zeug proper is. Je gaat controleren of dat er melk uit de tepels komen. En dan zijn we eigenlijk klaar om de eerste big te verwachten. Dan mag je mij volgen. Zorg ervoor dat je alle tepels hebt. Dus zowel de 7 onderaan als de 7 bovenaan. En nu controleren of dat er melk uit komt. Komt er vanachter ook wat melk uit? Alle tepels geven melk vrij. Die zeug is volledig klaar om haar biggen te laten geboren worden. En terwijl de heren de wacht houden bij de drachtige zeug, mogen de meisjes even op adem komen in het park van de school. Jullie mogen beschikken. Het wordt al snel duidelijk dat Silke en Imke zich deze morgen niet populair hebben gemaakt. Dat straks dat hij me echt stoorde. Toen dacht ik van kom, ik ga die vlechten maken. Anders had het weer nog misschien nog kwijt niet hoe lang. Ja. En toen met de bed aan het opmaken, waar ik wou uit haar handen trekken en dat zelf doen. Want ik was er echt van zien. We gaan gewoon maar overdrijven. Dat is wel ze moeten rekening houden met ons ook. Hè. Ja. Wij willen zo alleen niet ja, die worden echt als sociaal. Dat stikt echt tegen ze. Ja. Eerst hadden wij gewoon een groep en nu is dat echt uit elkaar aan het vallen door de twee. Maar wat de rest over hen denkt, zal Imke en Silke worst wezen. Wij kunnen niks doen dat je niet gegeten hebt. Ja. Ja, we hebben wel gegeten, maar dat je hebt moeten wachten, dat is onze fout niet. Nee. Dat is de non haar fout en de directeur en die andere non. Ik heb mezelf niet bestraft zetten. En die waren echt op ons aan schuiven. Ik had echt zoiets van, weet je, dat interesseert me eigenlijk niks dat die niet kunnen eten. En dan nog, tot ze niet eten, dat is mijn probleem. Nee, dat is hun maag niet mee. Allee, ja, weet je. Nee. Nee. Ja, er spijt van aan het zwemmen. Ik niet. Nee, ik haat de directeur. En de iedereen. De geboorte van het eerste biggetje laat op zich wachten. Dus stellen de heren een beurtrol op. Sebastien en Quinten hebben de eerste shift. Maar als het eerste biggetje na enkele uren nog steeds het levenslicht niet gezien heeft, besluit de leerkracht Varkensteelt de zeug een handje toe te steken. Hoe warm het beest. Oh. Dus het heeft geproest, dus dat wil zeggen dat is een dazen. Dat is het belangrijkste. Och, zie. Ik was in eerste erbij voor het eerste biggetje te ontvangen en dat was echt tof. Ik voelde me echt zo vader zo. Wat een schat, dat is precies een baby. Het was lang wachten, Bill. Maar we hebben iets gekregen en het is mooi. Hè? Het is een wilde. Wie is er een wilde van de klas? Robbie. Ja. We zullen hem Robbie noemen. Ga hem Robbie doen. Allee? Voilà, bravo. Hij heeft zijn eiertje gevonden. Ja. Zie. Kom maar. Tijd voor het avondmaal. Valérie en Marge zitten aan het hoofd van de tafel en moeten het eten verdelen. Ze besluiten wraak te nemen op Imke en Silke voor al de ellende die ze vandaag al veroorzaakt hebben. Ik heb bijna niks gekeken. Ik heb 25 jaar. Ja, ik zei dan altijd zo, ook zo naar Silke, zo van, dan zaten we echt zo met twee dat vies te zien aan elkaar. Zo van, echt van te weten van, ja, hey, Valérie heeft weer eten opgeschept en zo. En dan zegt ze wel, sorry, maar die doet echt voor ons te kloten, denk ik. Ik ben gek aan het worden, hè. Ja. Ik val zo niet in mijn naam van vorig of zo. Ja. Die moeten gewoon altijd klagen, dat is gewoon ongelofelijk. Oh, nu heb ik koppijn. Om je op te jagen. Wie werd daar helemaal van? Dan denk ik kwaad zijn, joh. Hij gaat die gewoon naar huis gaan, echt waar. Gewoon bakjes tegen mij. Wat zeg je tegen mij? Wat tegen mij zeggen? Een beetje respect, jong. Echt waar. Hou gewoon je mond, echt waar. Ik kom maar in de ijs eten. Silke en Imke zijn echt zo twee aparte gevallen. Die zijn echt grof. Het is echt nu zo'n beetje zo tot hier. Nog één ding en dan komt dat niet goed. De leerlingen sluiten hun vrije zondag af in de ontspanningsruimte. Maar voor Imke en Silke heeft de directeur nog een paar andere dingen in petto. Hendricks, de Pouter, meekomen. Stop, juffrouw de Pouter,
met uw neus tegen de muur. En Hendriks mag in mijn boudoir binnenkomen. Juffrouw Hendriks, spijtig genoeg kan ik niet zo gelukkig zijn met uw gedrag. U bent een puberale blok aan mijn been. Een broodpudding zonder rozijnen. Wij beginnen vanavond met de isolatiekamer. Alsjeblieft, Hendriks, komt u binnen. Nog een goeie nacht. Ik kan niet in je kleine ruimtes. Mevrouw de Pot. Entree. En dan is het de beurt aan Imke. Mevrouw de Poder, ook uw gedrag is uiteraard een teleurstelling. U bent ongetwijfeld het meelopertje van Hendriks, een juffrouw zonder ruggengraat. Ik bereid met de heer Tuchtperfect een anticyclonale storing voor, die niet van de Golf van Biscayen komt, maar met een kern boven Sint-Jozef. Dat wil zeggen dat u met één poot buiten staat. Op de boerderij is het ondertussen wisseling van de wacht. Het is toch raar dat ze dat Robby genoemd hebben, hè? Ja. Nee, ik denk eerder omdat ik ook zo schattig ben. En de leerkracht Varkensteelt heeft er weer zin in. Dat leefde zo uit, zo ploep. Raar eigenlijk, hè. Zitten, die blijft heel kalm, man. Dat is wel schoon. Allee, die heeft al zo weken in opgesloten. En nu komt hij eruit. En nu binnenkort wordt hij even groter, gaat hij ook kindjes krijgen. Ondertussen probeert de Tuchtperfect Imke op andere gedachten te brengen. Van de Poten. Uw arrogante grimassen op uw gezicht, uw arrogantie tot en met. En uw wereldhelden, kijk voor u. Dat is een boerderijstegoed voor u. Stek om benul. Uw kop omhoog. Ik zal uw parcours tonen. 5 maal pompen, 20 step-ups, 5 push-ups. Sprinten tussen die 2 witte lijnen. En hard ik staan, arrogant mens. U mocht starten. Ik start just niks. Imke bijt nog van zich af. Maar de confrontatie met zichzelf in de isolatiekamer heeft Silke alvast doen kraken. Ik was kotsbeuren. Die hebben me mentaal echt wel... Het is genoeg geweest. Ik wil echt naar huis. Iedereen denkt van, ja, Silke, weet je, als ik op straat zit, die kan dat wel aan, maar dat is niet waar. De mensen die mij goed kennen, die weten dat, maar de rest, die denken van, kijk, Silke is lesbisch, Silke is stoer, Silke kan alles aan, Silke dit, maar dat is allemaal niet waar. Ik doe mezelf gewoon zo voor, omdat ze me niet kunnen raken, maar dat raakt me echt allemaal. Als de directeur nog eens langskomt voor een controle, besluit Silke zich vanaf nu gedwee te onderwerpen aan zijn gezag. Mijn terechte excuses, meneer de directeur. De directeur haalt zijn slag voorlopig thuis. Als een geslagen hond wordt Silke naar de slaapzaal gebracht. Imke van haar kant blijft koppig haar straf weigeren. De directeur hoopt dat ook zij tot bezinning komt in de verschrikkelijke isolatiecel. Zo de Poder, dit is uw isolatiecel. Na rijp beraad zal ik u morgen weten te zeggen wat er met u zal gebeuren en of het doek valt. Nog een goede nacht, de Poder. Geef mij maar de jaren 2007. Straks, de kookprestatie van de meisjes valt tegen. Wat was dat? De leerlingen krijgen hun eerste brieven. Oh. En wat doet Laurens 's nachts in de gang?
dag 6 op Sint-Jozef. Het weekend is achter de rug en de lessen gaan weer van start. Voor het eerste lesuur van de dag trekken de meisjes naar de varkensstal. Zij mogen als eerste kennis maken met het intussen kroostrijke gezin van moeder Zeug. Spelen. Ik kan die pakken. Maar de o's en de a's verstommen al snel als de leraar varkensteelt zijn plannen uit de doeken doet. De hoektandjes van de biggen moeten dringend geknipt worden. Eigenlijk zijn dat vlijmscherpe tandjes en dan gaan ze bijten in die tepel van die zeug en dan gaan ze niet blijven melk geven. Dus vandaar dat we dat eigenlijk vrij snel na de geboorte moeten doen. Big Robby is als eerste aan de beurt. Ik steek mijn wijsvinger in je maal, maar achter die tanden. Kan die nog ademen? Ja, ja. Bijt hem niet. Oh. Ik kan het niet doen. Ja. Hallo. Imke zit nog steeds in de isolatiekamer en dat heeft haar geen deugd gedaan. Ik wil gewoon weg. Het zit me geen kloot. Ik had met die toren gestemd. Ik kan nu zitten 4 uur of zo tot daartoe, maar geen 12 uur. Hè. Dat is gewoon systeem. Ik heb mijn gatjes. Ik denk ook niet dat ze in de jaren 50 allemaal stilletjes allemaal opvolgden. Maar in tegenstelling tot Silke blijft Imke opstandig. En daar is de directeur niet mee gediend. De Potter. Komt u binnen. Ongehoorzaamheid tolereren wij niet. U bent een ezel en nog een koppige ook. Juffrouw de Potter, ik wens jou een tegenwind van 9 Beaufort in uw verdere carrière. U mag gaan. Het doek is gevallen. Gaat u maar. In de varkensstal moeten nog een paar biggen op visite bij de tandarts. Ah! Oh, Valerie raapt al haar moed bijeen en gaat aan de slag. Goed zo, is het flink, hè? Dat was niet fijn, hè? Voilà! Flink mee. En dan mogen ook de andere dames hun kunnen demonstreren. Je zal bij Blendt van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van assistenten is er altijd lente. Voor Imke is het moment aangebroken om haar valiezen te pakken. Ze wil zo snel mogelijk terug naar huis. Ik haat deze hier echt. Het is niks voor mij. Dat ik in de jaren 50 had geleefd, dan... Daar word ik echt depressief van. Je hebt mij maar gewonnen in 2007, dat is bijna het beste. Daar voel ik mij heel gelukkig, maar hier... Ik heb 6 dagen volgehouden, 6 dagen afgezien. Het was al van de eerste dag afgezien, dus... Maar ik wil dat gewoon eens meegemaakt hebben en ik weet nu... 2007 is gewoon beter dan 1950. Het is genoeg geweest voor mij. Later in de voormiddag hebben de dames kookles. En de zuster legt de lat meteen hoog. De meisjes moeten het middagmaal bereiden. Wat gaan wij nu klaarmaken? Gratin, béarnaise saus, wortelroomsoep en gebraad. Duidelijk? Ja. Jullie kunnen starten. Maar het ging toch niet slecht, hè? Ik hoop dat hij meevalt, anders kunnen we weer zo'n preek hebben. Weet je sowieso dat als die aardappelen vrouw zijn, dat wij zo aangeduid worden? Van ja, die aardappelen, die rauw en wie heeft die gemaakt? Echt waar, dan kap ik het op zijn hoofd liggen, jongen. Tempo! Vooruit! Sneller! Thank you.
nu nog de bearnaisesaus. Nee, we hebben gewoon ei wit in plaats van ei geel. Ja? En van ons gaat het goed slukken. En we zijn bang, hè, joh. Het is bij niemand zo echt saus. Nee. Dat mislukte helemaal. Vooral die bearnaisesaus, dat leek echt niet op saus. Dat was zo olie met brokken en allemaal. En echt de geur alleen al was zo echt walgelijk. Het was niet echt om vier op te zijn. Meisjes, het is tijd. Alles moet klaar zijn. Ik hoop dat het allemaal in orde is. Alsjeblieft, aardappel. Gewapend met hun potten en pannen trekken de dames richting eetzaal. Smullen maar. Het is kei vies. Er zit veel te veel peper in en er is gewoon water met wortel in. Dat is echt zo. Je voelt die brokken nog zo in. Ik eet echt nog liever een bord levertraan, ik meen dat. Het is niet leuk om echt zo'n mislukte maal op te dienen, want allee, we hadden er echt lang aan gewerkt hoor, maar... Het resultaat trok er echt niet op. Oh, man. Ik krijg er gewoon een kiekenvel van. Echt. Ook de heren storten zich met de moed der wanhoop op hun bord. Die gaan het liefde voor ons gaan die gewoon zeggen. Het was niet lekker, maar het viel wel mee. Ze gaan ons uitlachen. Bobby, en hoe vind je het? Oh, super lekker. Meest lekker, denk ik. Aha, wat was dat? Ja, maak het zelf. We hadden ons een keilekker maal beloofd. Nee, alles is goed. Goed gebraad. Oh. Ja, rabatat. Dat is jullie gekookt. En dat is zo'n bearnaisesaus dat meer olie was dan iets anders. Boter met voddel in die bearnaisesaus. Dat zag er niet uit. Dat zag er echt niet uit. Wat is dat? Heel achtig. Was dit een blind? Dat is bearnaisesaus. Dat is die ik heb gemaakt. Jongens en meisjes, de bocht, juffrouwen, die u mij hier serveert, ram je niet door de strot van een tochtige zeug. Een man van mijn stand verdient beter. Mag ik u bedanken voor de aankomende krampen waarmee ik zal moeten worstelen? Eet u rustig door. Dank u wel, meneer. En Laurens heeft nog maar net een rotte ervaring achter de kiezen of een volgende dient zich alweer aan. Tijdens de les plantkunde heeft de leerkracht het duidelijk op hem gemunt. De plant wordt gevoed op een plaats waar fotosynthese botviert, meneer Den Douw. Dat is de knol. Kiekige. De bladeren. Of het blad natuurlijk. Ik heb al uw medestudenten op verschillende vragen al positief weten antwoorden. Wat u betreft hebt u vandaag nog maar één goed antwoord gegeven. Uw ingesteldheid die moet zijn positief. Uw ingesteldheid moet zijn ik wil leren. Uw ingesteldheid moet zijn ik wil werken. Tot op vandaag bent u een nul voor mij. Niks bent u waar. Waar zit ik aan uw verstand? De leerlingen gaan ervan uit dat Imke nog steeds in de isolatiekamer zit. Hoog tijd dus voor wat duidelijkheid. Voordat jullie beginnen aan uw avondmaal, heb ik u nog één mededeling te doen. Juffrouw De Poter is ontslagen uit deze school. Ik heb nog niet gezegd dat jullie de toelating hebben gekregen om te praten. Het is vooral, ik wil gewoon naar huis liggen. Ik weet, als ik hier ga blijven, ga ik mij van nu totdat het gedaan is gewoon niet meer amuseren. En ga ik gewoon elke dag mij slecht voelen omdat ik niemand meer heb hier. Als het nog een week was, oké, maar we zitten nu zo'n één week en ik blijf hier echt niet zo met Imke.
directeur mag echt mijn geld kussen. Waarom moet hij niet naar huis? Ah, Emke. Na het avondeten heeft de zuster ook nog eens goed nieuws voor de leerlingen in petto. Jongens, meisjes, mag ik eventjes jullie aandacht? Want ik heb uiteindelijk een verrassing. Juffrouw Reemans. Alsjeblieft, meneer Bemelmans. Ook even. Alsjeblieft, juffrouw Van den Broek. Alsjeblieft. De heer Robijns. Alsjeblieft. Juffrouw Van Hogendorp. Juffrouw Van Hogendorp. En juffrouw Van Hogendorp. Jullie mogen nu de brieven lezen. Hé, Kieke. Is alles nog kits achter de rit? Ik dacht, ik zal maar eerst de briefje kribbelen, dan ben ik daar al vanaf. Want als die andere post krijgen en jij niet, dan begint je misschien te blijten. Dag prinsesje van mama. Ik mis je zo. Ik heb al zoveel tranen gelaten. Nu pas besef ik zoveel dingen. Ik hou zoveel van jou. En de leraren en de rest, ze zijn... Zo... De leraren en de leraren zien erg streng en eng uit, maar ze vallen waarschijnlijk wel mee. En we denken constant aan u, mama en papa. Gaat, Gaat. Het doet me echt allemaal deugd, echt. En nu weet ik zeker dat ik ervoor moet gaan. Echt, nu heb ik echt de bevestiging van mijn mama zelf. Even in en uit ademen. Amai, echt waar, het doet mij zo deugd, echt. Een beetje verder treuren Silke en Laurens om het vertrek van Imke. We zien nu al. Er is een stom leeg bed. Een stomme lege stoel tegenover. En als jij weggaat, dan krijg ik iets. Hoor. Dan krijg jij iets. Dan ga ik de voet naar Limburg. Echt de voet. Dan moeten we komen zoeken. Iedereen haalt me van die leerkracht. Nee. En na een lange dag is het voor de leerlingen van Sint-Josef weer bedtijd. Laurens is stiller dan ooit tevoren. Hij heeft een rotdag achter de rug en is de landbouwschool beu. Ja, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ja. Poer zijn is echt iets voor mij. Een dame, een vleug, we wachten op u. Allemaal. Hallo? Die ben je bezig? En uw vraag volledig formuleren? Maar als je eerst in de kast gaan leggen, meneer de Perfect. Wat in de kast? Die brief. Dus opnieuw uw vraag stellen? Meneer de Perfect, mag ik alsjeblieft mijn brief in de kast gaan leggen? U mag. En is dan uw antwoord? Dank u wel, meneer de Perfect. Ik vind dat niet leuk als mensen mij zo commanderen. Ik wil zo andere mensen commanderen. En als ze dat met mij doen, nou echt, ik word er echt best van. Dus ik vind het echt niet leuk dat mensen mij gewoon zijn te tieren en te roepen. En je kunt echt niet gewoon iets doen, hè. Dat gewoon blijven staan en luisteren. We gaan nu knielen en kijken naar ons lieve Heer om te bidden. Ja. Ja. In de naam des Vaders, des Zoons, des Heiligen Geestes, staan. Ook Silke heeft zich al gelukkiger gevoeld. Juffrouw Hendricks, dat zijn de kleding van juffrouw de Poter. Zou jij zo vriendelijk willen zijn van die op te plooien, dat we die kunnen wegdoen? Ik vond het echt heel raar. Ik vond echt van, ik en Imke waren heel hecht, want wij staken altijd samen dingen uit. En ik had echt zoiets van,
Met wie moet ik nu dingen gaan uitsteken? Met wie moet ik nu lachen en samen in de vijver springen en nee zeggen tegen de directeur en in opstand komen? Ik wil dat hij hier bed ligt, hier. Ik weet het niet. Maar de andere meisjes malen niet om het verdriet van Silke. En Kimmy nog het minst. De brieven van het thuisfront hebben haar er volledig bovenop gebracht. Ik denk dat die vorige dagen zo moeilijk zijn geweest omdat ik gewoon niks van mijn mama hoorde. Nu hoor ik er iets van dat alles goed gaat. Ik weet dat het heel goed gaat en dan ben ik nu gewoon gelukkig. Kruip maar snel in je bedje. Goed? Oh. Doe rusten. Dat was zo goed. Slaap wel, meisjes. Slaap wel, zuster. Tot morgen. Maar Laurens kan die nacht de slaap niet vatten. Midden in de nacht neemt hij een drastische beslissing. Ik ging hier maar lullen voor gewoon in zo'n boerenschool te zijn. Als ik toch weet dat ik plastisch chirurg ga worden. Ja. Ik kan gewoon geen zin voor morgen om mijn man in de stroom te zitten. Ja, die van plantenkunde, die heeft mij zo heel zijn uitkanten vandaag. En vernederen en kleineren en... Tot op vandaag bent u een nul voor mij. Niks bent u waard. Mijn ego is dat gewoon voor veel te groot voor die vernedering te kunnen verdragen. En ja, nee, het ging gewoon niet meer. Ja. Het besluit van Laurens staat vast. Hij pakt zijn koffers en als een dief in de nacht verlaat hij het Sint-Jozef-instituut. Volgende week, de meisjes houden niet van wassen zonder wasmachine. Mannen zijn echt varkens. Het vertrek van Laurens doet Silke de das om. Ik wil niet meer blijven slapen, kan toch? Ik ben zo mentaal kapot dat ik... Godverdomme. Het gaat niet goed met de zeug en haar kroost. Die kan toch echt niks meer, ik kan niet eens staan. En de meisjes leren kippen slachten. En nu mogen ze de kop afhakken. Je gaat de kop moeten vasthouden. Nee, meneer, ik doe dat echt niet.